leven hier in dit sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag zocht prinses Assepoester een stoere en sterke sprookjesbosbewoner om samen de wals te dansen. Ik heb zo'n zin om te walsen, wieg maar met me mee. Soms ben ik in mijn element, want soms doe ik net of jij er bent. Dan gaan we samen walsen, als die allereerste keer in de balzaal. Samen walsen. Dag! Hallo! Oh, lieverd, ik had je helemaal niet gezien. Hallo, nou, misschien moet je gewoon rechtdoor lopen in plaats van die rondjes huppelen, prinses. Dat gaat niet. Ik ben aan het walsen. Walsen? Oh ja, zo dansen we in het kasteel, draak. Mijn prins is er niet. Ik voel me zo alleen vandaag. Draak? Ik durf er bijna niet te vragen. Nee, u kunt me altijd alles vragen, hè? Dat weet u toch? Dan ga ik het gewoon vragen. Lieve draak, jij bent zo stoer. Ja. En zo sterk. Ja. Ze zeggen het, ja. Bijna net zo stoer en sterk als mijn prins. Ja. Zou jij met mij de wals willen dansen? Ik? Ja. De wals? Ja. Die dans? Ja. Zeg eens, die zielijke dans. Oh. Ja, draak, ja! Nee! Ik moet van alles doen. Zoals munten tellen. Ja, en de oven aansteken van grootmoeder. Goed. Sorry. Ik begrijp het, ja. Dan ga ik wel alleen naar mijn kasteel om te poetsen of zoiets. Oh, jongens en meisjes, zagen jullie dat? Prinses Assepoester was een beetje verdrietig, hè? Ja, en weten jullie hoe dat komt? Nou, ik zou het even uitleggen. Die prins van haar, hè, die is nooit thuis. Vreselijk, hè? Ja, mevrouw, u kijkt er ook wel ernstig bij. Is uw prins ook altijd weg? Oh, die is altijd thuis. Zo lekker en plakkerd. Maar jongens en meisjes, wat ik dus eigenlijk wilde zeggen, hè. Ik wil eigenlijk dolgraag dansen met prinses Assepoester, maar ik kan eigenlijk helemaal niet. Hoi, draak! Roodkapje. Slecht moment. Ik hoorde iets wat je... Wat kun je niet, draak? Oh, ik kan niet walsen. En prinses Assepoester wil met me de wals dansen. Oh, dan moet je het leren. Roodkapje, ik beweeg nogal op. Je kunt het toch gewoon proberen, draak. Ja, ik ga ervoor zorgen dat jij straks kunt walsen. Roodkapje, ik vind het heel lief van je, maar ik geloof dat daar een ander voor nodig is. Maar dat ga je... Oh, die draak. Oh, maar ik vind het ook zielig voor prinses Assepoester. Want eerst moet ze altijd poetsen van haar gemene stiefmoeder en haar gemene stiefzussen. En nu wil ze walsen met haar prins en is die altijd weg voor prinsenzaken. Oh, als ik nou eens kon walsen, dan kon ik het draak tenminste leren. Oh, hey, dat is het. Ja, ik wil leren walsen. Roodkapje! Wat zegt u nou? Ik bedoel Roodkapje, hallo! Wolf, wat doet u nou hier? Ik heb u toch niet uitgenodigd? Nee, maar hoorde ik jou daarnet zeggen dat jij wilde leren walsen? Ah, ik ga echt niet met u walsen hoor, dan eet u me op! Opeten? Ja. Wel nee, hoe kom je daar nou bij? Nee, ik heb net geluncht. Ja, dus ik leer jou de wals, Roodkapje. En ik beloof je dat ik op afstand zou blijven. Wat vind je ervan? Jongens en meisjes,
Dan kan ik draak leren walsen. Oh, zal ik het maar doen? Goed idee. Oké, Wolf, ik doe het. Maar alleen als u op afstand blijft, hè? Ja, natuurlijk, meid. Dus hup, wegwezen. Ja, tuurlijk. Ja. Veel verder weg. Nee, helemaal tot aan die heg. Die kon niet verder. Ja, die prachtige. Oké, een goed gedrukje. Ja, prima. Maar dan moet je wel heel goed opletten van zo'n afstand, hè? Doe de wals. Zet een stapje dichterbij. Stap. Draai een rondje, kijk naar mij. Kijk dan even achteruit. Keer weer om en rek je uit. Oh, ik heb hem al lang door, Wolf. Grootschapje, wat ben je toch geslimmerd? Ja, dank u wel. Zet een stapje dichterbij. Draai je rondje, kijk naar mij. Kijk dan even achteruit. Keer weer om en rek je uit. Wolf, wacht eens even. U bent wel heel dichtbij gekomen. Kinderen, klopt dat? Komt Wolf dichterbij? Laten we het nog een keer doen. Zet een stapje dichterbij. Draai een rondje, kijk naar mij. Kijk dan even achteruit. Zie je wel, gemene wolf. U kunt helemaal niet walsen. Dit is helemaal geen wolf. Moet je wel hoor. Kijk maar. 1, 2, 3. Och, dat is bijna een herrie. Ja, daar mag ik toch wel een applaus voor krijgen. Zo goed, kapje. Wat zeg je ervan? Nee, ik trap er niet meer in, Wolf. Ik heb nog niet eens gezegd wat ik je wilde vragen. Nou, wat wil je vragen dan? Zou ik je niet die wals leren? Nee, ik trap er niet meer in, zei je toch? Nou, dan moet je het zelf wel weten, roodkapje. Ja. Ja. Dan vertel ik je ook helemaal niks. Over het wonder. Nee. Het wonder? Ja, roodkapje. Het wonder. De plek waar prinses Assepoester is betoverd. De plek waar Assepoester is betoverd? Ja, maar daar wil je niks van weten. Jawel! Zeg, waar is die plek dan, Wolf? Nou, hier in het sprookjesbos, roodkapje. Ja, maar waar? Die plek is hier. Het is een geweldige paal. Ach. Ja, het is een wonderlijke hoek. Ja, want dat als je hier in het hoekje gaat staan, roodkapje. Ja? Dan word je betoverd. Ja? En dan kun je walsen. Net als prinses Assepoester. Wow, maar Wolf, dat is een wonder. Ja, ik weet het. Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Om 12 uur, zei je, Wolf. Om 12 uur, in 1, 2, het hoekje. 3. Dank u wel, Wolf. Graag gedaan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zo, jongens en meisjes. Roodkapje, geloof mij, hè? Ja. En weet iemand wat ik met Roodkapje ga doen om 12 uur? Opeten. Weet je het niet? Opeten. Oh, heeft iemand een idee? Ik wat? Zeg het eens wat harder. Ja! Ik ga die Roodkapje opeten. Ik ben slim en intelligent. Oh, yeah. Wow, stel je voor, jongens en meisjes. De klok slaat 12 uur. Doei, je rent keihard naar deze hoek, wordt betoverd en dan kun je walsen. Net zoals prinses Assepoester. En zeg, dan voelt de prinses zich ook niet meer zo alleen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Wolf? Oh, het kapje. Schrik mijn hoedje. Ik dacht dat je Wolf was, maar jij bent het. Ja, je weet vast nog niet hoe ik kan leren walsen. Ja, wel, draak. Wel? Ja, door een wonder. Een wonder? Ja, ik weet de plek waar prinses Assepoester is betoverd. Als je om 12 uur keihard naar deze hoek rent, word je betoverd, draak. En kun je walsen. Om 12 uur, zeg je? Ja, zeker weten. Naar deze hoek, het is een wonder. Ja. Het wonder is onvoorstelbaar. Het wonder is onvoorstelbaar. Het brood is zo bijzonder. Het is het mooiste wat er is. Het is een wonder. Ja, het is een wonder.
wacht even. Hé? Hier klopt iets niet. Prinses Assepoester liep toch niet om 12 uur om een busje? Nee. Ze verloor toch iets? Ja. Ja. Maar... wat verloor die vrouw nou ook alweer? Even denken hoor. De klompjes. Nee, prinses Assepoester draagt er helemaal geen klompjes. Nee, het was ook niks aan de voeten. De hair extensions. De slippers misschien? Nee, jongens en meisjes, weten jullie het? Ja, help ons eens even. Ja, steek je hand maar even op als je het weet. Nou, en wie het raad gaat door voor de sprookjesboommagnetron. Oh. Weet jij het? Wat verloor ze? Hakken? Nee, dat waren toch niet de hakken? Nee, maar wel haar schoentje toch inderdaad. Ja, de hakken inderdaad. Zie je wel, ze bedoelt gewoon de schoenen. Haar glazen muiltje natuurlijk. Oh ja, die verloor ze die trap met die prinsen. Dat heb je dat goed zeg. Maar dat was toch omdat de betovering om 12 uur was afgelopen, jongens en meisjes? Ja. Yeah. Maar Wolf zei dat de betovering pas om 12 uur begint. Hij liegt. Jongens en meisjes, denken jullie ook dat Wolf liegt? Waarom zou die wolf nou weer liegen dan? Wat is hij van plan? Opeten! Nee. Wat? Oh, hij gaat me opeten alweer. Nee, niet alweer. We spelen ook altijd hetzelfde verhaal. Het houdt niet op met die wolf. We zullen die wolf eens leren. En klap maar mee. We zullen die wolf eens leren. Hoppen. We zullen die wolf eens leren. We zullen die wolf eens leren klappen. We zullen die wolf eens leren. Dat is waar. Reken maar. Wow, je adlib. Wow. Ik heb echt een super goed idee, denk ik. En vertel dan. Wolf denkt dat ik om 12 uur om die hoek ren en naar dat bosje. En dat hij mij dan kan pakken. Ja. Yeah. Maar wat nou als jij naar die hoek rent raak en jij Wolf pakt? En zijn pillen brandt! Ja! Hey, dat is een goeie. Een goed grapje. Het is bijna 12 uur. Ik ga me verstoppen. Oké, jongens en meisjes, zingen jullie mee? Ik ben niet bang voor de boze wolf. Benny, harder Benny. Ben niet bang voor de boze wolf. Benny. Goed zo, sst. Niks verklappen, hè? Sst, jongens en meisjes, niks verklappen. Nou, wat lief hè van Wolf, dat hij mij heeft verteld dat ik naar dat bosje moet rennen. Nu is het alleen nog maar wachten tot de klok 12 uur slaat. Tellen jullie met me mee, jongens en meisjes? Ik vroeg, tellen jullie mee? 1, 2, tel maar verder. 3, harder. Ik hoor je niet. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Roodkapje, wat heb je grote ogen? Je willen veranderen! Ja, dan was ik toch bijna een onderkaak verloren, maar jongens en meisjes, we zullen het maar zo zeggen. Ik ben in ieder geval aan die vlammetjes van draak ontsnapt. Ik heb nu een kale kont. Daar had draak Wolf mooi te pakken. En prinses Assepoester, die wist nog niet dat zij zelf haar walsprobleem kon oplossen.
allemaal? Roodkapje heeft me alles verteld. Draak wil best walsen, alleen hij kan het nog niet. Och, dat kan ik hem toch wel leren, kinderen, denken jullie ook niet? Ja, ga allemaal maar eens staan en wieg maar met me mee. Want alleen walsen is lang zo leuk nog niet. En daarom gaan we samen draak roepen. Ik tel tot drie en dan roepen we heel hard draak. Doe allemaal maar mee. Daar gaan we. 1, 2, 3. Oh, prinses. Ik moet u iets bekennen. Ja, ik kan eigenlijk helemaal niet walsen. Oh, draak, dat geeft toch helemaal niks. Dit euvel lossen we wel op. Want weet je, jij bent zo stoer en sterk. Ik kan het je heus wel leren. Nou, ik weet het niet. Ik geloof dat er een wonder van nodig is, hoor. Zolang jij in wonderen gelooft, draak, komt alles goed. Doe allemaal maar mee. Doe mij maar na. Ik doe u na. En luister goed naar de melodie. Formidabel, ik ben een en al oor. Ja. Yeah. En vind dan de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Waar rempel? Nu jij. Oké, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Prachtig draak. Ja, dank u. Wieg jullie allemaal weer mee? Dan gaan we heen en weer. Doe maar mee. 1, 2, 3, 1, 2, 3, walsen met jou. Zo walst een man op het bal met de vrouw. Dat valt ook niet mee. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mooi op de vrouw. Het gaat steeds iets beter, je leert het al snel. Ik wals zo graag met jou. Wieg mee! Ja, wieg mee! Dames en heren, heen en weer! Juist, dat lijkt er meer op. Heel goed. Prachtig gedaan. En dansen. Goed zo, draak. Oh. Ah. Het is gelukt. Applaus voor draak. Dank u wel. Geweldig, dank u, prinses. Ja, het was geweldig om met jou te walsen. Dat is... Ik schoot er helemaal van in de lach. Het deed me denken aan mijn prins. Gelukkig. Maar draak, ik ben helemaal niet meer alleen. Maar waar ik nu het allergelukkigst van word, is als alle kinderen met ons meedansen. Dus kom allemaal maar gezellig naar beneden. Kom maar op de dansvloer. Doe je armen in de lucht en zwaai maar mee. Hartstikke goed. Kunnen jullie ook heel hoog springen? Er was eens een sprookjesboom, een hele grote sprookjesboom. Er was eens een sprookjesboom, in het sprookjesbos. Zing maar mee! Er was eens een... Applaus. Ja. Heel goed, meisjes en jongens. Geweldig meegedaan. En we wensen jullie nog een hele fijne dag vandaag in de Efteling. Dag allemaal. Doei doei. Zo zie je maar weer.